beste mensen, welkom. En ook in het bijzonder onze nieuwe burgemeester, Boy Scholtsen. De twee wethouders zijn hier aanwezig, Jurgen Visser en Harry Bakker. Harry. Maar heel veel bekende gezichten in ieder geval. En dat is natuurlijk ook de kracht van SWO. Die zijn klein begonnen, vanuit de kernen eigenlijk, in de opbouwfase nog. Eerst als Stichting Welzijn Ouderen, maar al snel werd het ook Stichting Welzijn Ondersteunen. En ondersteuning, omdat er heel veel met vrijwilligers werd gewerkt voor alle mensen in de gemeente Drimmelen. En dat betekent dat jullie een hele belangrijke taak hebben in onze gemeenschap. Maar als je die foto's goed bekijkt, dan zie je dat jullie overal zijn. Jullie zijn met het automaatje bezig. Er wordt gegeten, gedronken, geknutseld, gezwommen, biljarten. Mogen jullie even ons feestlogo onthullen? Want we hebben dit in kader van 50 jaar bestaan daar even een aanpassing op gedaan. Op het bestaande logo. Harry, als jij aan de ene kant gaat staan en Jiske aan deze kant. Jullie zien die rode knijpers. Als jullie eraf willen halen, dan krijg je hierbij het feestlogo te zien. Hartelijk welkom allemaal op deze bijzondere middag. Automaatje Drimmelen, 5 jaar. Ik ben heel blij dat we dit met elkaar hier vanmiddag mogen vieren. Want wat 5 jaar geleden begon als een fantastisch goed initiatief vanuit KBO en SWO samen, waar we als gemeente gelukkig bij mochten helpen, is nu echt uitgegroeid tot een hele mooie club vrijwilligers die ontzettend veel, ik heb het net gehoord, die gitten alleen al tot en met nu zijn al hartstikke veel belovend voor wat er de rest van het jaar aan gaat komen. Dus ik ga er eigenlijk geen heel lang verhaal van maken. Ja, ik dacht eerst een draaischijf, is het een parkeerschijf of iets dat je ergens kan blijven staan. Maar het heeft een praktisch iets, begrijp ik. Dit is een flexibele draaischijf. Het lijkt op een soort zitkussen. Oké, nou kijk eens aan, alsjeblieft. Dan ben je de eerste in ieder geval. En dan ook een handybar. Ik ben niet zo technisch, hè, dus ik kan wel auto rijden gelukkig. Maar alsjeblieft, José, geef hem snel aan jou. Vandaag gaan we iets bijzonders doen. Mede in het kader van ons 25-jarig bestaan hebben wij een tal van activiteiten georganiseerd. En een van die activiteiten is zeg maar meedoen aan NL Doet. En in Nederland is NL Doet een fenomeen. Ik was pas geleden nog op Bonaire en daar hebben ze mooi Bon Doet. Dat is een heel Caribisch gebied. Dus daar wordt ook NL Doet gedaan, maar dan Bon Doet. En daar hebben ze 63 projecten te doen in Bonaire. En ik geloof dat hier een stuk of 10 zijn totaal in Drimmelen. Maar in totaal hebben zo'n 40 mensen zich opgegeven om vandaag iets voor een ander te kunnen betekenen. En ik denk dat dat het ook de essentie is van vrijwilligerswerk. En bij SWO zijn we daar zeg maar toch wel redelijk expert in, durf ik wel te zeggen. En eigenlijk, Peter, komen er een aantal dingen mooi samen vandaag. Hè? Want we hebben NL Doet als grootste vrijwilligersactie in Nederland. Wat vandaag gebeurt, het 25-jarig bestaan van SWO, wat jij al noemde. Onze grootste welzijnsorganisatie, maar ook een club met enorm veel vrijwilligers. Dus daar zit die verbinding ook.
En volgens mij symboliseren we ook de samenwerking tussen gemeente aan de ene kant, SWO aan de andere kant en die vrijwilligers daartussenin heel mooi met elkaar door dit samen te doen. Varen zak. Vandaag hebben we een verrassing voor jullie in petto. We varen vandaag op deze dankjewel bijeenkomst naar het mooie Rotterdam. Welkom allemaal op dit jubileum van de SWO. Ik ben Marieke van Willigen. Ik ga u vandaag proberen enigszins door deze dag heen te loodsen. En ik beloof u deze middag heen te loodsen dat het een heel erg leuke middag wordt. Eerst ga ik u voorstellen aan Peter Franke. Peter, eerst even, kom iets meer naar voren. Ja, dat zal ik doen. Wat ben jij voor man? Weten jullie het? Nou, ze zeggen dat ik toch wel eens een beetje buiten de gebaande paden treed en dat ik wel innovatieve kanten heb. En dat ik heel ambitieus ben, daar hebben sommige collega's ook wel last van. Maar waarom zijn wij hier? Kun je dat kort uitleggen? Nou, eigenlijk twee redenen. Eerst, dit is de grand finale van ons jubileumjaar. SWO bestaat 25 jaar en dat is al best knap voor een kleine lokale welzijnsinstelling. En de tweede reden, dat bent u. Nou wordt stil, hè? Of eigenlijk moet ik zeggen, wij. Want wij zijn ook aan zet, als samenleving. En wij zijn allemaal, of worden het, de ambassadeurs van de veranderende samenleving. Ja, dus ik hoor hier eigenlijk dat je twee grote veranderingen schetst. Die van de vergrijzing en van de vrijwilligers. Nou, dat zijn twee natuurlijk grote dingen, denk ik, in een samenleving. Hoe heb je ideeën hoe we dit het hoofd kunnen bieden? We zitten hier allemaal bij elkaar, dus we willen hier ook graag over nadenken. Dus ik denk dat, als iedereen over zichzelf na gaat denken van, maar hoe wil ik nou oud worden?
En wat heb ik daarvoor nodig? Dat je dan al een heel eind bent. Ik ben Eva Gele, ik ben sociaal preventiewerker bij Wij Breda. Ja. En de Inspiratiebus is een samenwerking eigenlijk van een aantal organisaties in Breda. Ze staan precies daar op de zijkant van de bus. De gemeente Breda doet eraan mee, wij, mijn werkgever, doet eraan mee. De bus zelf is van Amarant, dus doen eraan mee. Thebe doet eraan mee, Surplus doet eraan mee, Nieuwe Vesten, Avans, enfin, allerlei instellingen. Nou, waarom is de Inspiratiebus er? Dit is eigenlijk een initiatief van al die instellingen om Bredanaars te informeren over wat is er allemaal op het gebied van zorgtechnologie. En hè, mensen wonen steeds langer thuis en er zijn allerlei hulpmiddelen en dingetjes die daarbij kunnen helpen. En nou, dan kan je hier vrijblijvend een kijkje nemen. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, we hebben al een paar dingen gezien. Dus een speciale telefoon, een bril waar je mee extra mee kunt druppelen en noem maar op. En zelfs een nagelknipper op een standaard. Dus ja. Hartstikke fijn. En dan krijgen we nog eventjes rond naar de hulpmiddeltjes die soms wel erg goed en simpel gevonden zijn, moet ik zeggen. Wat een energie, mensen. Ongelooflijk. Wat heb ik net hier gevoeld in die zaal, in de zaal en in de workshops. En in de kapelzaal, ik heb echt met stijgende verbazing, want soms denk je wel eens dat mensen zich terugtrekken uit die samenleving, minder actief willen worden, maar wat ik dan hier aantref, dat is gewoon, er zit zoveel potentie in, zoveel potentie om ook in die samenleving aan de slag te gaan, daar wat daar heel hard nodig is. En ik hoop ook dat jullie zometeen, er zijn ergens plekken waar je een QR-code kunt scannen, dan kun je een beetje feedback geven over deze reactie. Ze liggen al op tafel. Scan het, geef in ieder geval je mening weer. Maar als je zegt van hey, ik wil actief betrokken blijven bij zowel community building of bij vrijwillige inzet, laat het ons weten. Dan geven we dat een plek in de komende jaren. En dan mag u zelf helemaal bepalen in welke mate u die betrokkenheid wil houden en geven. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we dat in ieder geval met elkaar gaan doen. Er komen hele mooie projecten aan. In Surplus, die gaat in Hoge Zwaluwe aan de slag. Maar we gaan ook nog aan de slag met Zorgzaam Dorp Maden. En dat is ook een hele mooie ontwikkeling als pilot. Om te zien van hoe gaan dingen nou hier werken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie aanwezigheid. En jullie komst hier naar deze studio. Nee, nog even naar de Maaiboom. Want de Maaiboom, daar gaan wat dingen mee gebeuren. Maar hiernaast gaan we lekker naar de borrel. Ik dank jullie hartelijk en een applaus voor jullie zelf.